Roger, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, met mij alles goed. Ja? Ja, ja. Het is een beetje raar. We gaan het nu niet filmen, maar de mediamarkt is voor het eerst in de geschiedenis gesloten. Ja. Zoals alle winkels. Ja, bijna helemaal leeg. Ja, en hoe is dat voor jullie? Ja, apart. Ja? De winkel is echt leeg. Er zijn hier nog een aantal mensen aan het werk om alles een beetje op te knappen. En op te ruimen, ja. Op te ruimen voor januari natuurlijk. Ja. En eigenlijk alleen het zakelijk gedeelte gaat echt door. Ja, en daarom kom ik eventjes, want dat is een beetje een ding wat je niet heel goed zichtbaar is bij jullie in de winkel. Maar jullie hebben dus een service. Hoe heet die precies? Ja, het heet eigenlijk onze zakelijk B2B. Wij leveren sinds een aantal maanden leveren wij ook aan de zakelijke klant. Denk hierbij aan hotels, scholen, ziekenhuizen, van de bakker eigenlijk op de hoek tot de grote multinationals. Wij leveren aan alles. En waar moet ik dan aan denken? Stel, ik heb een hotel en ik wil bijvoorbeeld zo'n scherm als achter je hangt, zo'n groot scherm wil ik in mijn lounge of in mijn lobby. Nou, eigenlijk, om het heel simpel te zeggen, je kan mij altijd contacteren via de mail of in de winkel of gewoon een belletje plegen. En wij leveren dan hospitality tv's. Maar als je een waterkoker nodig hebt voor je hotelkamer of je hebt een föhn nodig, een hospitality tv of noem het maar op, eigenlijk leveren we gewoon alles. Maar wat is het, kijk, want dat kan ik als particulier ook doen. Wat is het grote voordeel als ik nu een bedrijf heb? Waarom zou ik bij jullie terechtkomen? Omdat je dan alles in één keer kunt bestellen of hoe moet ik dat zien? Nou, iedereen heeft eigenlijk zijn eigen contactpersoon. Meestal ben ik dat, maar af en toe is dat ook mijn collega. En daardoor gaat de communicatie gewoon heel soepel. Je wordt niet van de ene naar de andere geswitcht. Je komt bij mij, je hebt met mij contact via de mail, met de telefoon. En vervolgens bij de levering laat ik nog eens even weten of het allemaal goed is gegaan. Ja, want als je als particulier in de winkel komt, kan je nog wel eens hebben hoe goed de service ook is. Als ik naar telefoons vraag, moet ik vaak toch bij iemand van de telefoonafdeling zijn. En wil ik een wasmachine, dan heb je weer een andere specialist. Maar in zakelijk geval, dan regel jij gewoon alles met de mensen. Alles wordt via mij geregeld. Ja. Stel dat er ook eens een keer iets is met serviceproblemen, komen ze eerst naar mij toe. En vervolgens gaan ze... zorg ik dat het geregeld wordt met de serviceafdeling. Ja, nou ja, dat is één aanspreekpunt. Dat is heel handig. Vaak is het ook qua garantie technisch is het wat interessanter. De meeste bedrijven leveren 1 jaar garantie. Terwijl wij er gewoon 2 jaar leveren op al onze producten. Ongeacht of het nou een hospitality tv is wat specifiek voor de zakelijke markt is. Of een waterkoker dat iedereen zou kunnen kopen. Dat maakt niet uit. Wij leveren gewoon altijd 2 jaar garantie. We leveren snel. We hebben grote voorraden. Dus dat zijn echt wel de fijne voordelen. Ja, dus als ik zeg van nou, ik wil 4 laptops en ik wil 10 schermen voor in mijn hotel of mijn winkel, dan wordt dat gewoon... Dan wordt dat eigenlijk gewoon zo geregeld en dan maken we altijd de juiste prijs. En dan... Ja, maar daar wou ik over beginnen. We zijn natuurlijk in Zeeland en dan zeggen ze natuurlijk van, zit er nog een beetje korting in? Nee, Nou, we maken voor iedere klant altijd de juiste prijs. Daar zijn we gewoon heel eerlijk in. En op het ene product kunnen we wat meer dan op het andere product. Maar... Okay. Dan noem je het gewoon de juiste prijs. En is daar ook een speciale website voor? Want normaal gesproken kom je op mediamarkt.nl en dan kom je gewoon in de webshop en noem het maar op. Ja. Heeft de business to business daar een aparte... Op onze webpagina staat een apart vakje zakelijk. Als je daarop klikt kom je eigenlijk met alle zakelijke winkels. Stel dat je bent al gelinkt aan het Middelburg account. Dan zie je direct ons nummer erbij staan, ons e-mailadres en eigenlijk... alles wat erbij bij hoort. Zo kan je meteen in contact komen met mij of met mijn collega. En dan gaan wij het voor je regelen. Op maat? Op maat. Ja, ja. Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Alsjeblieft.